En met welke projecten ben je dan op dit ogenblik bezig die dat weer wel gaan kunnen? Ik ben nu zo van mijn eigen voor de fans een Naruto doujinshi aan het tekenen. Hebben al 2 boeken van. En hier probeer ik dus vooral het verhaal te vertellen. Ik let ook wel op de tekeningen, maar ik doe niet zoveel moeite als bij My Sixth Sense. Omdat ik wil dus alleen maar het verhaal vertellen. En ik vind dat ook veel plezanter uiteindelijk als je weet wat je doet en hoe je het moet doen, dan als je de hele tijd zit van hoe teken ik dat zo mooi mogelijk, hoe teken ik dat zo mooi mogelijk. En als je dan terwijl vergeet waar het over gaat, heeft het weinig zin. Dus nu alle Naruto doujinshis en ik probeer nu ook met een paar mensen een manga over de IDF te tekenen, de Israeli Defense Force. Moet zo'n beetje grappig worden. Alleen we hebben nog geen 1 tekening, maar... We proberen het verhaal zo'n beetje te verzinnen. Zijn er dan nooit aanvaringen met de Israeli Defense Force, als je met zo'n dingen bezig bent? Toch wel. Iedereen ziet in Israël de slechterik. Maar sorry, ik ben daar geboren, ik vind het een prachtig land en als ik daar een manga over wil tekenen, dan doe ik dat. Als ze Israël haten, ja, dan moeten ze daar geen vakantie van doen. Ze weten niet waar ze het over hebben, ze kijken alleen maar naar het nieuws en zien dat dit en dat en dat gebeurt. Dus ze weten niet wat er achter het scherm gebeurt. En over andere aanvaringen, zijn er nooit aanvaringen met de mensen achter Naruto zelf? Ik teken een verhaal dat zij nooit zouden gemaakt hebben. Ik teken dus iets waar zij geen geld aan kunnen verdienen, omdat zij het niet maken. En het is uiteindelijk alleen maar promotie. Er zijn zelfs mensen die zeiden, ah ja, nu wil ik wel eens naar Naruto kijken. En op die manier, alleen het is uiteindelijk een samenwerking. Zij geven mij inspiratie en ik geef hun zo'n beetje meer bekendheid, alleen bekendheid. Maar er zijn toch veel mensen die ook door zo fanart te zien denken, ah, dat is misschien leuk. Misschien eens nou zien. Wat Japan betreft, ik vind goed wat Japan maakt en ze mogen daar ook rust meer van maken. Maar hoe dat Japan ineen zit, hoe dat het denkt en zo, moet ik niet echt van hebben. Dus afstand vind ik altijd iets heel moois. Mooi van ver bekijken. Weet je. Dus er is inderdaad een bepaalde afkeer tegen, ja. De Japanse establishment, dat ook terugkomt in de manga's. Maar waarom dan toch die drang naar de Japanse popcultuur? Want je volgt heel Europa door voor G-pop en G-gothic bands. Tekent manga's, je kijkt naar anime's. Van waar komt dat dan? Van waaruit is dat gegroeid? Ah, wel, ja. Ik zeg het, wat ze maken, wat ze produceren en zo, dat vind ik allemaal heel goed. Maar manga en J-rock en zo, dat zijn ook allemaal vormen van... eigenlijk... een soort rebels gedrag ook tegen de Japanse maatschappij zoals ze is. En er zijn ook Japanse dingen die me minder aanspreken, dus uiteindelijk Japan is een land gelijk alle andere landen ook. De mentaliteit spreekt me niet aan, maar ze mogen wel blijven produceren. Ook manga en J-rock, dat is voor de Japanners ook een soort droomwereldje. En dat toont eigenlijk ook wel dat ze met veel dingen niet echt content zijn. En dat begrijp ik ook. Allee, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar de Japaner, de volwassen Japaner en niet de manga tekende Japaner, is toch van mentaliteit voor mij niet echt mijn type, maar ja, de Japanse cultuur, de Japanse popcultuur vooral, die vind ik dan weer heel aantrekkelijk. Dat was dan de rebel Orisama, die binnen in Anna sprak. Van waar komt eigenlijk die naam? Waarom die naam gekozen? Jawel, het begon met heel veel ruzie op een forum. Ik heb het heel gemakkelijk om ruzie te krijgen. En alles wat ik zei, lokte reacties uit van you piece of shit. En uit dacht ik, kom, behandel mij als vuil, ik ben toch beter. En ik zei gewoon alleen tegen mezelf, Orisama, omdat het om rebels te zijn, om te zeggen, fuck you, ik ben beter. Want Orisama, dat is Japans mannelijk voor te zeggen, ja, moet je zeggen, ja, mijn hoogheid of zo. Maar ja, ik begon daar ook zo'n beetje in die rol en in die naam te groeien. En ondertussen voel ik me ook zo'n beetje. Alleen als een Orisama en het begint echt meer en meer bij mij te passen ook. De Orisama van de Belgische doujinshi. Dank u en tot op Japanimation Day in Brussel. アニメコンよろしくお願いします。